naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij Cultuur Open Mic in Suriname, zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 06-4952-8228. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturo TV. En het schooljaar is afgesloten en er wordt meestal teruggekeken naar wat de resultaten zijn, hoe het is geweest. En we zitten met oud-minister van Onderwijs, de heer Raymond Sapoen. En met hem gaan we het hebben over het afgelopen schooljaar, het nieuw systeem dat is dat heeft plaatsgevonden. Meneer Sapoen, we hebben uw artikel gezien, die persconferentie die is gehouden samen met de heer Peneu. En daar hebben jullie een paar zaken uit de doeken gedaan over het nieuw systeem, hoe het schooljaar is verlopen. Hoe is het schooljaar in één woord verlopen en kunt u dat verklaren? Nou, als je dus dat meet op basis van de slagingspercentages, overgangsrapporten voor GLO, dan is het heel moeilijk om daarover uitspraak te doen, toch? Want we zijn gewend elk jaar dat procentueel af te meten op basis van de inspanningen die zijn verricht. En je weet het afgelopen jaar, 2 jaren al, zijn er omstandigheden geweest die toch wel hebben geknaagd aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daar praat je dus over 2021, 2020, waar je echt die setback hebt gehad in verband met die coronapandemie en heb je daarna dus die, of bijna simultaan die sociaal-economische crisis gehad, waarbij dus er een schaarste is aan die nodige middelen om ook beleid uit te stippelen enzovoorts. En heb je dus dan bijna in die gauwigheid die interventie gehad van het ministerie. En misschien moet je dus tegen die achtergrond dat ook bezien, dat kennelijk door die maatschappelijke druk die er op het ministerie rust om te presteren, dat er dus is gesleuteld aan die doorstroming, waarbij dus er een soort automatisme in het leven is geroepen om dus kinderen automatisch te laten doorstromen. En eigenlijk is dat maar één aspect, hè. Dus om terug te komen op de resultaten, het geeft eigenlijk een vertekend beeld van wat je mag verwachten wanneer kinderen zijn doorgestroomd qua VUJ, VUS, GLO. Want wanneer kinderen doorstromen naar het volgende niveau, is dat iets dat te maken heeft met de te verwachte competenties en vaardigheden die zo'n kind op dat niveau behoort te hebben. En dat is dus eigenlijk een vertekend beeld dat je hebt gekregen. Want trouwens, social media staat er bol van rapporten die dus uitpeilen op GLO niveau VUJ met allerlei rode cijfers en dat de kinderen toch gewoon doorstromen. En dus in de boeken komt het dan ook voor als slagingspercentage, leeropbrengst positief. Dus dat is iets, maar we hebben inderdaad daarna gekeken, maar niet iets van nu hoor. Ik denk dus dat vanaf deze minister aan het roer is gekomen en een paar interventies in het vooruitzicht heeft gesteld. Hebben we gezegd, vernieuwingen, niemand kan daartegen zijn. Ik denk dat elk een in dit land gewoon een voorstander moet zijn van vernieuwingen, hervormingen in het onderwijs. Te beginnen bij het basisonderwijs. Omdat jij die achterstand die je hebt als land, regionaal, internationaal, niet groter wil laten worden. Toch? We hebben alle achterstand qua competenties, vaardigheden op bepaalde schoolniveaus. En daarom zijn er in de afgelopen jaren, en ik praat niet over 4 jaren, 3 jaren, 2 jaren, 5 jaren. Ik praat over 20 jaren bijna, 2004... waar je eigenlijk in het kader van het 11-jarig basisonderwijs, waar je een nationaal, internationale, brede consensus had over welke richting we op moeten gaan met het onderwijs, vanwege die kwaliteit die er niet naar meer is, maatschappelijk, internationaal, is er dus gekozen voor een model dat bekend staat als het 11-jarig basisonderwijs. En de idealen daarvan zijn exact hetzelfde wat het ministerie nu beoogt, toch? Het is in de eerste plaats beoogd om een vloeiende overgang tot stand te brengen tussen kleuter, GLO en VUJ, althans een groot deel van VUJ tot het 11e leerjaar, wat we nu kennen als derde MILO. Het heeft als doel om zittenblijvers, drop-outs niet weg te maken, maar drastisch te verminderen. Het had ook tot doel, het heeft nog steeds als doel om
een vernieuwd curriculum te ontwikkelen, waarbij dus je meer een leerlinggerichte raamwerk hebt, waarbij dus de talenten van de kinderen zoveel mogelijk worden uitgebuit en waarbij dus leerkrachten zich blijven scholen professionaliseren. Dus exact dezelfde dingen die de minister beoogt met haar interventies, passen geheel in dat concept van 11-jarig basisonderwijs. Dat was 20 jaar verder. Maar intussen hebben we een aantal ministers gehad, waarvan ik ook één van ben geweest. En we hebben toen gezegd, we gaan die dingen eigenlijk gefaseerd moeten doen. Hervormingen zijn nodig, maar je moet ze beheersbaar maken, omdat uiteindelijk die hele spil van innovaties in het onderwijs berust bij de leerkracht, toch? Maar niet die leerkracht alleen, de leerling, de ouders, het bedrijfsleven, vakbeweging, het geheel publieke veld, omdat onderwijs iets is dat te maken heeft met het vormingsproces. Het is niet iets als dat je dus een brug maakt en die brug is over 3 maanden of 6 maanden of 1 jaar klaar, maar het is een vormingsproces dat continu gepromoot moet worden, continu geëvalueerd moet worden, bijgesteld worden, omdat je immers te maken hebt met mensen. Dat is het groot verschil. En dan moet je kijken in de eerste plaats naar het gewenste draagvlak. Moet je kijken naar de uitvoeringscapaciteit die je hebt als land. Want het betekent dus dat je naast die professionele leerkracht op alle niveaus, je ook in de diepte moet gaan kijken waar zijn die remedial teachers, waar zijn die logopedisten, waar zijn die inspecteurs enzovoorts. Dus het is een hele cyclus van expertise, ontwikkelaars, curriculumontwikkelaars die je ook nodig gaat hebben om dat proces goed te begeleiden. En dat alles zal je gefaseerd moeten doen, omdat die uitvoeringscapaciteit nogmaals er één is dat zeer gebrekkig is. En toen ik er was, hebben we dus alvast 1 fase doorlopen. En dat is de integratie van kleuteronderwijs 2 jaren met het GLO. Waarbij je dus een doorlopende lijn hebt van kleuter naar basis. Dus 8-jarig basisonderwijs. Maar de interventies die dus... En daarover moet er duidelijkheid bestaan. Wanneer de minister of het ministerie beoogt van we gaan het 11-jarig basisonderwijs nu echt iets... We gaan dat neerzetten, we gaan daarmee door... Betekent dus dat je dat ook eerlijk moet zeggen. En dus dat je de mensen dan ook moet voorbereiden op wat er komt. Want je gaat een structuurwijziging hebben. Je gaat ook leerplan inhoudelijke wijzigingen krijgen. En dus dat zijn geen kleine dingen. Het zijn geen kleine innovaties. Het zijn grootschalige innovaties. Vandaar dus dat je hoort dus dat de minister zegt het 9e jaar... is wat we kennen als Milo 1, eerste klas. Het is een doorlopende lijn, want 11 jaar eindigt dan, zoals die studies die toen zijn verricht, tot derde Milo, ja. Toch? En de bedoeling daarvan is dus dat 6e klas getuigschrift halen nu, voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Want je dwingt kinderen eigenlijk snel om te gaan kiezen op basis van de cijfers die ze hebben. Dat is een nationale selectietoets die we kennen. Op basis waarvan de kinderen hun getuigschrift halen. Op basis van de wet die er nu is. En in het concept is het duidelijk daarvan afgestapt. Toch? We hebben gezegd, je moet dat niet doen. Het is veel te vroeg voor die kinderen. Ga het ietsje later brengen. Op hun 12-jarige leeftijd is het te vroeg. Breng ze naar 16 jaar, zodat ze dus in ieder geval tegen die tijd al rijp zijn om te gaan kiezen. Of voor algemeen vormend, academisch of beroepstechnisch onderwijs. Dus dat is eigenlijk het concept van het 11-jarig basisonderwijs. Maar dus op geen enkele wijze heeft de minister dat in de mond genomen. Al die 2-3 jaren waar ze aan het roer is. Maar intussen wordt er gesleuteld aan allerlei dingen. Milo C, je gaat, en wat niet goed is uitgewerkt nog. En ik praat over praktijkvoorbeelden hoor. Omdat je één ding van de zaak hebt en dat is dus... Dat theoretisch verhaal, zoals de minister dat uitlegt, en dat gaat iedereen het snel begrepen, toch? Vele mensen hadden gezegd, pas mee begrepen, zou minister ik bedoel. Maar het theoretisch uitleggen en het begrepen is 1. Maar de praktijksituaties op scholen, waarbij je dus contact hebt met leerkrachten, ouders, leerlingen, is 2. En daar is die discrepantie groot. En het meest in het oog springend in die hele... interventie is natuurlijk waarover iedereen gevallen is, dat is die automatische doorstroming. Op zich is dat geen enkel probleem. We hebben ook gezegd, als je dat 11-jarig basisonderwijs doorvoert, gefaseerd, gaat dat zeker een van de zaken zijn als output.
Want je krijgt een soepele overgang van kleuter, glo en 3 jaar van VUJ, totaal 11. Ja. Je hebt dus geen breukvlakken meer. En kinderen gaan dus gewoon diagnostische toets moeten afleggen. En dat is wat anders dan die peilingtoetsen die de minister heeft geïntroduceerd. En die diagnostische toetsen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in die leerachterstanden in het leerproces van individuele kinderen, toch? Dus dat moet er ook bij zijn. Maar dat betekent dus dat je ook moet gaan sleutelen aan die capaciteit bij het examenbureau. Want dat zijn de mensen die getraind moeten zijn en de leerkrachten moeten trainen hoe diagnostische toetsen moeten worden afgegeven. En hoe je kinderen daarbij gaat voorbereiden. Dus het is een omvangrijke innovatie. En er is dus nu gekozen voor een heel makkelijke weg. En dat is dus doorstroming. En wij hebben gezegd, het moet niet onder alle omstandigheden zo zijn. Doorstroming, iedereen is ermee eens dat dubleurs eigenlijk... Er zijn meer argumenten tegen dubleurs dan voor. Het is niet goed. Het knaagt aan het zelfbeeld van die leerlingen, de studenten. Het is internationaal ook zo boeiend, dus dat op kort termijn het kind er beter van wordt. Maar op lang termijn, wanneer dat kind dubleurt en later weer gaat doorstromen, dat kind enorme problemen daar krijgt vanwege die achterstanden die zijn opgelopen. Dus dubleuren zitten blijven op basis van 1/10 punt verschil, 15 punt, een vak of 2 vakken is niet goed. Daarna moeten we kijken. Maar je kunt niet ongeconditioneerd doorstromen, kinderen laten doorstromen. Omdat er ook, als je echt gericht wil gaan sleutelen aan het zitten blijversprobleem, dat een groot probleem is ook bij ons, dan moet je gaan kijken naar die factoren die van belang zijn. Niet alleen bij de leerling. Want vaak wordt op basis van die zitten blijversproblematiek gekeken naar de kant van de leerling. Dat is natuurlijk juist, want niet alle kinderen hebben dezelfde uitgangspositie. Niet alle kinderen hebben dezelfde talenten, dezelfde motivatie, hetzelfde sociaal milieu, thuismilieu. Maar je moet niet alleen aan de kant van de leerkrachten, leerlingen kijken, maar je moet ook kijken naar de andere kant. Zijn die lessen echt goed op maat gesneden voor die betreffende leerling? Is die leerkracht goed onderlegd om die betreffende leerling die achterstand heeft opgelopen, om die achterstand individueel ook te laten oplopen, zodat dat kind toch bij kan met de rest van de klas? Dus dat zijn interventies die je moet plegen om het zit-en-blijvers-probleem te kunnen oplossen met die verstanden, dus dat je dus zo min mogelijk zit-en-blijvers hebt. En daarom hebben we gezegd, het principe doorstroming, dat is correct, maar je moet wel er een komma achter zetten. Doorstroming tenzij. Tenzij er zwaarwegende factoren zijn en waarbij dus altijd het belang van het kind voorop staat. Want dat is iets dat die leerkracht met die school, met die ouders en met dat kind zelf moet gaan uitpluizen en moet gaan bestuderen. Is het correct? Is het verantwoord dat je toch gewoon door moet stromen? Want wat kan je verwachten wanneer je met deze cijfers doorstroomt in die daaropvolgende klas? Is die klas waar je moet gaan voorbereid om je op te vangen? En ben jij zelf ook al gereed met deze cijfers om te gaan naar het volgende leerjaar? Dus dat zijn dingen die je moet afwegen per leerling. En daarom heb ik gezegd, het is niet correct wanneer je dus zo direct zegt, iedereen maar over... Bijna sprak ik over overstromen. Want daarop gaat het lijken, iedereen doorstromen tenzij. Want wat je ook creëert, omdat je daar ook niet hebt gekeken naar die beschikbare voorzieningen, dat breekt zich nu al bij de inschrijving bij scholen. Waar je dus vanwege die massale doorstroming plotseling plaatsingsgebrek hebt. Dat is een ander probleem dat je niet onder controle hebt. Vandaar dus dat we hebben gezegd, het is goed dat het traject van vernieuwing wordt opgepakt. Het moet doorgaan. En dat is iets wat waaraan we eigenlijk moeten denken. Onderwijsvernieuwingen hangen niet van één enkele minister af. Het is een doorlopend, continu, langjarig strategisch programma, traject dat je moet afleggen. Waar andere landen er 10 en 12 en 15, 20 jaar over hebben gedaan. Wij moeten dat ook leren. Ministers moeten niet steeds maar geëxperimenteren met allerlei interventies. Omdat je dus daarmee het risico loopt dat wanneer je dat niet goed en verantwoord kan afronden, je kinderen onnodig in een valkuil werpt waar ze nooit meer uitkomen. En dat is niet goed. Dat is fataal voor het onderwijs.
En vandaar dat we hebben gezegd, laten we even pas op de plaats maken. Laten we even zitten met de stakeholders en laat het ministerie, laat die overheid nu eens duidelijk zeggen, wat is de richting van het traject van hervorming in het onderwijs? Basis, is het 11-jarig onderwijs, basisonderwijs? Gaan we daarop afstappen? Want wat je nu hoort, zijn alleen maar die aspecten die te maken hebben met getuigschrift en doorstroming enzovoorts en Milosie. Maar die dingen moeten niet als eilandjes worden besproken, maar het moet deel uitmaken van een geïntegreerd vernieuwingsproces. En dat is die discussie die we eigenlijk missen. En zelfs vanuit het parlement, waar in alle landen het zo is, is dat het parlement innovaties in het onderwijs moet goedkeuren, omdat we weten dat het heel belangrijk is. Onderwijs raakt ons allemaal. En juist bij ons is het zo dat je geen enkel geluid hoort van parlementariërs. Je hebt een vaste commissie onderwijs in het parlement. Maar deze dingen komen pas aan de oppervlakte wanneer assembleeleden een of ander rapport krijgen en ze gaan het dus aan de orde stellen in het parlement. Maar een fundamentele discussie over het traject van vernieuwingen, dat is iets dat we helaas nog niet hebben. Okay. Als ik u zo heb gehoord, dan moet ik merken dat u wel voorstander bent van vernieuwingen in het onderwijs. Maar in dit vernieuwingsproces waar we nu zitten, moet ik merken dat er schakels zijn weggelaten, zoals expertises die er niet zijn bij de nieuwe vakken die worden geïmplementeerd. Is er sprake van overbelasting geweest van de leerkrachten in dit vernieuwingsproces? Want ze moeten meer werk doen? Of er zijn nieuwe vakken bijgekomen die ze ook moeten geven? Nou, we werken nu al op basis van een vernieuwd curriculum, toch? We hebben het speelwerkplan gehad, dat was voor die kleuterjaren. Derde, vierde, vijfde, zesde leerjaar tot de vierde klas, dus wat we nu zo kennen. Het curriculum is al vernieuwd, waarmee nieuw wordt gesloten, dus het zevende, achtste leerjaar, vijfde, zesde klas. En betekent dus dat je ook de leerkrachten daarvoor moet gaan trainen, omdat ze dan met bepaalde methoden, nieuwe vernieuwde methoden gaan werken. Maar het punt is, nogmaals, het gaat niet zozeer om overbelasting. En ik heb die ervaring dat bij elke vernieuwing, en ook niet in Suriname alleen, is het zo dat niet alle leerkrachten er voorstander van zijn. Mensen zijn snel geneigd een houding aan te nemen tegen hervormingen. Toch? We willen zoveel en lang mogelijk blijven bij het oude. Maar dat is natuurlijk niet goed. Maar dat is geen reden om je dus niet op te stellen als partner. Het ministerie moet juist die leerkrachten zover krijgen aan hun zijde. Dat ze dus ook te vinden en enthousiast en leergierig worden om door te gaan met die vernieuwingen. En daar waar het niet wordt begrepen, dan moet je tijd daarin stoppen. Om toch zo lang en zo breed mogelijk, vooral, want daarom zei ik, het zijn de leerkrachten die spel vormen voor het doorvoeren van welke innovatie dan ook. Dus die leerkrachten moet je aan je zijde hebben. Ze moeten het begrijpen en als het 1, 2, 3, 4, 6, 8 maanden kost, je moet daarmee doorgaan. Maar uiteindelijk heb je flankerend ondersteuning nodig. Dat betekent dus dat je vanuit het ministerie zelf, en dat is het punt, de leerkracht kan het niet alleen. De leerkracht doet al schooloverstijgend werk, doet allerlei dingen op administratie, houdt zich bezig met sociale zaken van de kinderen die daar komen enzovoorts. Ze moeten diagnostische toetsen gaan laten afleggen en dergelijke. Maar echt specialistische werk waarvoor de leerkrachten niet getraind zijn, die heb je ook nodig in het proces van innovatie. Ik noemde al die mensen die dus de kinderen moeten helpen met spraak- en klankproblemen, lidilogopedisten, de remedial teachers, de inspecteurs die moeten toezien op die kwaliteit, waar we zien dus dat er een grote schaarste is aan inspecteurs. Op VUS heb je maar twee inspecteurs. Basisonderwijs heb je een groot tekort. Dus zorgcoördinatoren, ook leerkrachten hebben zorg nodig, niet alleen leerlingen. Je hebt zorgleerlingen en ook zorgleerkrachten. Dus dat heel pakket is iets, je moet alvast een minimum arsenaal hebben aan mankracht, expertise. En dat is er op dit moment niet. En als je dat weet, je kunt natuurlijk altijd expertise aanhuren. En je weet tegelijkertijd dat je dus een economische crisis hebt, moet je ook weten wat je beperkingen zijn. Toch? En dan moet je, daarom hamer ik daar steeds op, die randvoorwaarden die je nou niet 100% in place hebt. Ga eerst daaraan werken. Werk aan die awareness.
zet je geld daarin, investeer daarin in die awareness en die expertise van de mensen die je niet hebt. Ga zo lang en breed mogelijk praten met schoolleiders, met de scholen. Neem acht op hun feedback. En dan ga je zien dus dat er een andere klimaat wordt geschapen. Maar als je vanuit de Ivoren Toren de dingen zo probeert door te voeren, ga je altijd spaak lopen. Dat heeft zich bewezen in alle landen. Hervormingen vallen en staan met de motivatie van de leerkrachten. En hoe zit het met expertise zelf? Ik moet merken dat het onderwijs aan een nationale aanpak verdient. En u bent oud-minister van onderwijs. We hebben de meneer Peneu, we hebben de heer Valies, we hebben een heleboel mensen die expertise bezitten en inzichten hebben. Een nationale aanpak is hiervoor nodig. Ziet u dat wel gebeuren? Want u bent wel voorstander van die vernieuwingen, maar bent u bereid u zich in te zetten om dit te helpen aanpakken? En hoe is het met de minister of de regering om dat te bewerkstelligen? We hoeven niet zoveel uit te vinden hoor. Want al de problemen waar we structureel mee zitten in het onderwijsveld, al de dingen die ik genoemd heb, doorstroming, drop-out, zitten blijvers, die fragmentatie van die schooltypes. In mijn tijd hadden we al gewerkt aan een aantal structuur- en inhoudelijke aanpassingen. Denk maar herstructurering, IMEAO, die vereenvoudiging van die beroepstechnische opleidingen op VOJ-niveau, LTO, ITN, hebben we het allemaal geïntegreerd tot LBO. Denk maar aan die synchronisatie van die PI's, die pedagogische instituten, de nieuwe leerkracht. Dus dat soort initiatieven. En CNASU, dat had betrekking op een permanent instituut voor scholing, herscholing van leerkrachten. En maar zoveel hoef je niet meer uit te vinden, wat ik bedoel. Omdat in de afgelopen 10, 15 jaar er voldoende documenten zijn geschreven. En die leidraad voor onderwijsontwikkeling staat uitvoerig beschreven in sectorplan onderwijs, in het Surinaams educatief plan. En ik kan me herinneren in 2018, volgens mij had de minister van, de toenmalige minister, dat was mevrouw Verhey, denk ik, had nog een soort nationale consultatie gehouden met stakeholders. En daar heeft ze uitdrukkelijk weer die richting aangegeven. En op basis van ook deze documenten die ik genoemd heb, waar ze dus gezegd heeft dat het 11-jarig basisonderwijs gestadig moet doorgaan. Dus ik vind het alleen maar verspilling van geld en tijd wanneer je weer een zoveelste seminar gaat organiseren. Omdat, nogmaals, die headlines zijn al omschreven. Je moet alleen maar accenten verleggen op basis van die huidige economische staat. Dat is realistisch. Maar en daarom zeg ik, onderwijs is een gebied dat apolitiek is. Als het langjarig strategisch plan al is uitgezet en de richting, de contouren van het onderwijs al zijn aangegeven en het al draagvlak heeft, ongeacht welke minister dat ook aantreedt, die moet gewoon doorgaan met het traject. En dat gebeurt vaak niet. Dat is dan ook het geval bij deze. Zegt u dat? Bijna, ja, je zou dat bijna concluderen, omdat je steeds weer andere dingen hoort, zoals Milosie, en dan worden er accenten verlegd van, en dan wordt er, net zoals in deze discussie, wordt er ingezoomd op output, in dit geval, dit aspect van doorstroming, terwijl je dus eigenlijk dat groter plaatje met de mensen moet delen, want het zittenblijvers is een beoogde output, het staat niet op zichzelf. Toch? Dus je zou de mensen eigenlijk eerst moeten informeren. Dit is het traject. Dit is die structuur die we voorstaan. Dit gaat die leerinhoudelijke wijziging zijn. Dit gaat die doorlopende lijn zijn van 3 tot 11. En dit gaat die integratie inhouden tussen LBO, beroepsvormend en technisch onderwijs. En over VOS zijn we nog aan het studeren hoe we dus ook VOS middelbaar niveau daar ook daarop gaan afstemmen. Maar dit zijn de dingen die je eigenlijk eigen moet maken en die je moet gaan delen met die samenleving en waarvoor je draagvlak moet vinden. Dan komt dat stukje van doorstroming vanzelf goed. Het onderwijs is één vlak dat ervoor kan gaan zorgen dat we geen luie Surinamers krijgen zoals we het hebben gehoord. En de reden die is gebruikt om Haitianen te importeren naar Suriname, omdat en haar zeggen weinig interesse zou zijn vanuit de Surinaamse kant om aan landbouw te doen. Deelt u die mening?
dat er luie Surinamers zijn en minder mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de landbouw. Als we kijken naar het aantal districten die we hebben, die, waar de landbouw toch wel op een hoog niveau is, toch? Ja en nee, dus je gaat het me niet horen zeggen dus dat Surinamers lui zijn. We maken er vaak grapjes over. Maar die Haitianen staan natuurlijk niet op zichzelf. Ik zeg altijd, we moeten in feite blij zijn wanneer ons land rijker bevolkt wordt. Omdat die kleinschaligheid waarin we zitten, we leven met bijna 600.000 mensen. Die groeiprojecties van onze bevolking, zelfs in 2032, 35, lig je niet hoger dan 700.000 mensen. En kleine bevolking heb je daar tegenover, of daarnaast een kleine markt. En die kleine schaal heeft zeker gevolgen voor jouw verdiencapaciteit, voor jouw export enzovoorts. Dus de ene is oorzaak en ook tegelijkertijd gevolg, toch? Dus op een gegeven moment moet je dus gaan afvragen voor hoeveel mensen ga je produceren. Voor hoeveel mensen wil je die ontwikkeling van je land brengen? Voor 700.000 mensen, voor 3 miljoen mensen. We hebben die potentie om voor meer mensen die ontwikkeling te brengen. Maar dat betekent dus dat je nu al moet gaan werken aan jouw immigratiepolitiek, toch? Dat is eigenlijk de kern. Elk land heeft dat. Wie wil je toelaten? In welke sectoren? Wanneer mogen ze komen? Hoe lang moeten ze blijven? En wie moeten we voorlopig niet in dit land? Dat zijn normale dingen die elk land zo heeft in zijn migratiepolitiek. Maar wij hebben dat niet. En elke keer wanneer er Chinezen komen, of Haitianen, of Guyanese, hoor je die debatten in het parlement van onbehagen, toch? Mensen voelen zich snel bedreigd, wel ik niet hoor. Dat mijn plaats wordt in die arbeidsmarkt ingenomen door die of die. En dus, dat is eigenlijk altijd een debat dat niet productief is. Ik zeg altijd, we moeten dat debat toekomstgericht voeren. Welke verrijking kunnen de niet-Surinamers, die migranten, brengen voor ons land, voor onze economie en onder welke voorwaarden? Het punt dat gemaakt is laatstelijk met die Haitianen is omdat er omstandigheden zijn, factoren zijn, waarbij dus die transparantie daarin helemaal zoek was, toch? Waarbij je snel in onze kleine samenleving, ondanks dat er een presidentiële commissie was ingesteld een jaar terug, toen het luchtruim gesloten was en er toch Haitianen naar ons land kwamen. Het had alles te maken met die geheimzinnigheid, die waas van geheimzinnigheid. En waar er waas van geheimzinnigheid is rondom migratie, verplaatsing van personen van land tot land, komt mensen smokkelen dan direct in beeld. En dat is iets dat je dus niet kunt doen in deze tijd. Het is, we zijn lid van een aantal verdragen en dat doe je niet als land. En je komt snel ook, je loopt snel het risico dat je geblacklist wordt. En we zijn al in een hele moeilijke situatie wat betreft het financieel reilen en zeilen en die listing van ons in het kader van mensenhandel en witwassen enzovoorts. Dus dat is iets dat je niet kunt gebruiken. Vandaar dus het kritische geluiden ook dat deze regering, onze regering, er toch niets aan doet om het migratiebeleid transparant, voorspelbaar en verantwoord uit te stippelen op lang termijn. En dan ga je dit soort dingen krijgen van mensen als die als broker gaan optreden, mensen als Saya enzovoorts. Die liggen te rollenbollen met hun stapels dollars, waarvan de herkomst is natuurlijk niet de enige hoor. Maar die link met die Haitianen, waarvan hij die godfather hier is, en die politieke link die wordt gelegd met zijn politieke basis, wat hij zelf zo trots aangeeft, is dan snel gelegd. En dan, wanneer het buitenland dit soort dingen leest en hoort, van de mensen zelf om wie het gaat, dan komt Suriname onvermijdelijk op een blacklist. En dat is niet goed. Vandaar dus dat je ervoor moet zorgen nogmaals dat je een transparant migratiebeleid op loslaat. En dat is iets dat niet zo moeilijk is. En dat is iets wat we deze regering wel moeten verkwalijken. Maar ook andere vorige regeringen. Want deze debatten krijgen steeds weer wanneer er naturalisatie moet plaatsvinden, toch, in het parlement. Want je kunt die naturalisatie van Guyanese, Chinese alleen bij wet aannemen. En dan komt dat stukje van inburgeringspolitiek, bevolkingspolitiek, migratiepolitiek als onderdeel daarvan eventjes aan de oppervlakte. En daarna verstomt het debat en dan gaan we weer over tot de volgende
kolonie van mensen, niet-Surinamers, die ingeburgerd moeten worden. Dus dat is niet goed. We blussen steeds brandjes, terwijl de politiek, dit is alles heeft met geld te maken. Maar dit zijn zaken waarop je gewoon beleid moet uitstippelen. Omdat het rendement gaat opleveren, economisch op lang termijn. Maar je moet hem goed managen. Nu moeten we dan wel merken dat in die sectoren, zeg maar de goudwinning, de visserijsector, daar heb je dan de Guyanese die overal aan de visserij doen in Suriname. In goudwinning heb je veel van de Brazilianen en nu ook de Chinezen die daarin gaan ondernemen. De landbouw, daar heb je ook veel van de Haitianen. Je hebt zelf een Haitiaanse markt. Maar wat blijft er over dan voor de Surinamers? Hoe gaan we deze sectoren nu gaan bemannen met onze eigen Surinamers om het ook op een hoger niveau te gaan tillen? Ziet u dat er daaraan ook wat gewerkt om een beetje scholing, vernieuwing te brengen in deze sectoren? Dus die interesse die je wil kweken, en ik heb het vaker gezegd wanneer ik dus in gezelschappen praat over ontwikkeling van onze agrarische industrie, dat is voor ons nog steeds dat zijn die drivers van onze duurzame economie. Hè. Voor ons zijn dat ICT, toerisme en agro-industrie. En daar praat ik met nadruk over industrie. Dus het gaat om die value-adding proces, om dus diensten, goederen te produceren en te exporteren, zodat je dus meer mensen aan het werk krijgt. Maar het moment dat je uit die agro-sector die stekker hebt weggehaald, 20, 30 jaar terug, is het ontzettend moeilijk om weer die agrarische sector te gaan opboosten. En nu zit je met de gebakken peren, dat wij die agrarische sector niet zo'n grote bijdrage levert aan het BBP. 95% komt van die mineralen. En je hebt vis, wat je zei, je hebt groenten en je hebt rijst. Oké, ik laat goud buiten beschouwing. Ik praat even over de duurzame kant van de economie. Toch? En daar zie je dus dat we eigenlijk onze potentie niet benutten. Aan de ene kant heb je die klaagzang van dat onze jongeren dus niet goed worden gemotiveerd en gestimuleerd om zich te interesseren voor die landbouw. En natuurlijk is dat zo, want de jongeren van vandaag gaan echt niet onder de felle zon 10 uur, 11 uur met chap en houwer het veld in. Er zijn andere innovatieve agrarische zaken, van hydroponiek enzovoorts, om kleinschalig toch een groter rendement te krijgen van landbouwproducten, nieuwe technieken. Dus, maar dat vergt wel vanuit die overheid een bepaalde stimulansen, impulsen. Je moet impulsen hebben. Je moet bij scholen beginnen. En ja, dus soms raak je er ook moedeloos van. Wanneer je dus die cijfers checkt op scholen, middelbare school, natin, universitair, van hoe die aanwas is naar het agrarisch onderwijs, dan zie je dus dat er echt niet zoveel belangstelling is. Dus dat is iets dat we moeten gaan onderzoeken. Maar dat die potentie er is, dat staat buiten kijf. En wij hebben ook gezegd, luister nou, je zit in een crisis. We weten dat er twee sectoren zijn waar je een comparatief voordeel hebt met andere landen ten opzichte van andere landen. Het is agro-industrie, vruchtbare gronden, irrigatie, bodem, klimaat. En je hebt die mineralen. Wil je op korte termijn winst hebben, dan moet je, en die studies zijn ook al verricht, gaan inzoomen, niet op 100.000 dingen, twee subsectoren, sector of subsectoren in die agrarische industrie. Even naar graan, even naar patat, ik bedoel geen patat, cassave. Er zijn studies gemaakt over die sector of subsectoren die op kort termijn, middellang termijn, de meeste opbrengsten kunnen geven aan het land. Want als je dat zo doet, het gaat om die sectorale benadering, kun je dan gericht programma's, investeringsprogramma's gaan aflopen in het buitenland. Kun je dan gericht ook die concurrentiepositie waarin ze zitten, want dat is het groot probleem toch? Die concurrentiepositie waarin die sector zit, Is niet te doen. Het is killing. We hebben een zwakke instituut. We hebben een zwakke agrarisch klimaat hier. Maar het moment dus dat je doelgerichte investeringen gaat zoeken op basis van die sectoren die je al hebt geselecteerd, die gewassen die je hebt geselecteerd, betekent dus dat je dan gewoon al
doelgericht investeerders kan aantrekken in het buitenland. En betekent dus dat je direct ook jouw concurrentiepositie van dat gewas, niet 20 gewassen, 2-3 gewassen, een beetje kan vergroten. En dan komt die ontwikkeling op basis van die voordelen die je hebt. Maar dat betekent niet dat je nogmaals 20, 60 gewassen moet gaan telen. Want nu praat ik over export. Hè. Ja. Wat is de situatie nou? Nu heb je valuta nodig. Het is goed dat iedereen plant, zelfvoorziening. En, maar het grootste deel van onze voedsel komt nog steeds via import binnen. En dat zijn die dure dollars die nu schaars zijn. Meneer Sapoen, wij willen u bedanken voor dit moment dat u gaat met Kulturu TV. En wij zien u zeker terug de volgende keer. Mensen, dit was Kulturu TV. Out. Suriname altijd dichtbij. Je zat vatig. In Meati, Srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Jackie Sophia, Flora commit new wheel, bronze albina, inaina still wheel. Dapay, she's an a beautiful. Dapay, she's an a wonderful. Nikeri, Koroni, Omit Saramaka, Matareti Doti, Omit Patamaka, Dapeyego Shisana beautiful, Dapeyego Shisane. Warek Motoifu, Okangi Mato, Teugba Playdu, Yawego Stuka, Fuka Mareitu, Maweko Mbaka Srana. De Forbereitu, Uzrefe Firen Alibie Eifu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom ik als rana? Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Hoe pijnig man. Maar de man is veilig zijn. Zo'n rijke land. Ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen, man. Yeah. Hou me bij de hand. Hoe vet die baka? De wana trace, wan koe si baka. Hoe begi papa? Hoe is die mama? Wanda wan si afaya let die baka. Trana mushine, was petty baka. Begi god of knapa ufesi en baka. En we see fara, maya baswaki. Taora lobi in yuati. O je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begint te goede mi dede mi wan prani tranang. No mi eli bilang a mi tangi tranan dat me me biggest par no komita dis mi grifi. Who want chin san fu de chief mi kanyang. And they want sada Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwan jaja tranamang. Uno hor not lo tam bribi nu srefi. Una de west tranamang. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je zat vatten. In me ati, Srana. Vaderland.